Je bent trouwens ook gewoon met mijn pyjama naar school gegaan om de jongens weg te brengen. Oh, het is echt vreselijk koud hier. When my whole world was lonely. Heb jij geen vertrouwen in mij? Ik kan dat wel hoor. Och, wacht. Een hele goede morgen. Het is vandaag vlogmasdag nummer 4 alweer. Dus ik ga me nu wakker maken. Goedemorgen. Schrokje. Goedemorgen. Nick maakt echt lekkere cappuccino's. Oh, ik zweer het, ik lijk echt op een lijk, man. Tyfus. Ik heb even lekker een bakje koffie. Even heel snel in mijn pyjama, dus gewoon ga ik naar de winkel. Want ik heb geen brood en de jongens moeten brood mee naar school. En het is 8:00. Oh my god, hoe kan ik nou weer vergeten om brood te halen? Ik heb dit zo vaak, hè. Ik ben zo goud in mijn hoofd. Anyhow, dus ik ga zo meteen boodschappen doen. Even snel brood halen. En 10 uurtje. Maar dat doe ik gewoon lekker in mijn pyjama. Ik heb daar schijt aan. Ja, wie niet wil kijken, moet dan maar niet kijken. En daarna ga ik me aankleden. En dan zie ik er weer wat fatsoenlijker uit. Niet zo'n dode gaftak gezicht. Als je voor mij op de slagloop? Nu? Ja. Maar we hebben geen slagroom meer. We hebben ook geen slagroom meer. Het is op. En een dikke trui, want het is echt super koud. Ik heb alleen even een crampje op gedaan en verder niks. Mijn haar ook niks. Gewoon zo wakker geworden eigenlijk en kleren aangedaan. One and only. You bring the joy to me. When my whole world was lonely. See your face. From the first time that I saw you, I will be this forever. On this magical text needs love. Found you forever. Forever. I'm so glad to be around you. Oké, het is nu om precies te zijn 11:52 en ik heb mijn vlog af voor heute avond. Alleen heb ik heel erg slecht voor mezelf gezorgd, want ik heb hem niet gegeten. Dus ik ga nu even snel eten en dan ga ik natuurlijk jullie mee, dat jullie eindelijk een nieuwe huis zien voor het eerst. En de tekeningen, oh mijn haar zit echt heel erg raar, I know, ik lijk net een vogelverschrikker of zo. Mamzilla en... Ja, ik had nog niet echt tijd gehad. Ik had zo vroeg opgestaan meteen aan de edit. Weet je, die hard, go for it. Ik ben trouwens ook gewoon met mijn pyjama naar school gegaan om de jongens weg te brengen. Dat is wel echt een dieptepunt in mijn leven. Dat ik denk, hoe dan? Ik schaam me een beetje, maar ja, het is gebeurd. En om het nog erger te maken, had ik ook hele lelijke schoenen erbij aan. Om het nog erger te maken, had ik ook mijn tanden niet gepoetst. Oh, I'm disgusted. Disgusted. Och, wacht. Maar ja, ik ga nu in ieder geval wel mijn bek poetsen en mijn kleren aandoen. Maar eerst even eten, want ik heb mega honger. Mijn buik geeft al de hele tijd aan dat hij honger heeft. En ik negeer de motherfucker, maar dat moet ik dus niet doen. Want hij heeft honger en hij moet gewoon eten. Met hij wil ik zeggen dat ik dus moet eten. Want ik heb honger en mijn buik gromt. En het is mijn lichaamsdeel, dus ja. Ik heb dus gewoon honger. Conclusie, ik heb honger. Dus ik ga nu wat eten maken. Ik heb daar croissantjes liggen. Ik ben zo slecht aan het eten de laatste tijd. Ik ben helemaal into croissantjes, Nutella. Ik ging dus net naar de wc en ik ben ook nog eens een keer ongesteld geworden. Dus misschien dat daardoor de cravings komen van allemaal slechte dingen. I don't know. Het is een tijd in mijn leven waar ik dan doorheen moet. En ik vind het helemaal prima. Because I love Nutella. Dus ja. Dit verhaal ging dus eigenlijk helemaal nergens over. Volgens mij ratel ik aan één stuk door. En als ik dan aan het eten ben, denk ik, oh my god. Anyhow, ik ga nu eten. Kijk, dit heerlijke dingetje. Ik heb er niet vanochtend voor niks in mijn pyjama naar de Albert Heijn geweest om eten te halen. Dus ik ga deze wel lekker even opsneuvelen. Met een lul, eet mij op. De plannen zijn gewijzigd. Ik ga toch havermout eten en dan bewaar ik die voor vanmiddag. Want daar had ik eigenlijk ook zin in, want Nick had heel lief voor mij verse blauwe besjes gekocht. En dat vind ik heel lekker met havermout, dus dat ga ik nu dan maken. Want daar heb ik ook eigenlijk heel erg zin in en ik kan weer niet kiezen. Dus dan dacht ik, weet je wat, dan doe ik vanmiddag wel dat. En dan doe ik nu de havermout. Zo'n groot probleempje. You're such a fappalo, I love it. You're such a fappalo, I love it. You're such a fappalo, I love it, I love it. Let's eat. You're such a fappalo. Havermoutje. Oh, hij is freaking heet om vast te houden. Ik doe het zo. Ik hou hem zo vast. Eet dat, man.
Ik ga nu heel snel eten, want Nick kon om 1 uur ophalen. Dus ik heb wel geteld nog een uur. Maar you know me, ik ga heel langzaam eten. En wat ik dan aangekleed ben en make-up op heb, dan staat hij alweer voor mijn neus. Oeh, het is hot. Ik heb hier een gat. Oeh, het is hot. Ik heb een gat. Dat rijmt. Hey. Ik ben klaar om te gaan. Ik hoef geen jas aan, want ik heb echt een mega dikke trui van jou aan. Ja, maar dat nieuwe geurtje toch wat ik had gekocht. Een nieuwe geurtje? Ja. Hey, Fik, is mijn liefde brengen. Ik kan warm en overmaten. Ik kon de drempels van het leven aan me overlaten. Heb je nog kou, Fok? Die heb jij opgemaakt, Julie. Had je vrienden net de waak over mij verteld. Kom met de mondjes dicht. Door is voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Oh-oh, het duurt te lang. Het duurt echt te lang voordat we er zijn. Het is echt vreselijk koud hier. We hebben alles al afgeplakt, zoals je kan zien. Daar komt de bank. Hier een room divider. En hier het zitgedeelte. En hier dan de keuken. Super en super koud. Ik moet alleen even verf dan halen, Nick. Want zie je dat, deze kleur? Het is niet zo pretty. Beetje een, Dan krijg jij dit wel zo mooi geverfd, hè? Ja, dat heb je geen vertrouwen in mij. Ik kan dat wel, hoor. Zeg je dat je niet kan? Ik vraag het gewoon. Ja, ik zeg dat ik het kan. Ik kan ook verven, hoor. Lul. We waren net in het huis. Ik ben nu weer gewoon lekker thuis. Ik ga nu even een broodje eten, want ik had echt heel weinig gegeten vandaag. Ik heb mega honger. En daarna ga ik maar koken. Ik ga macaroni maken vandaag. Yummy, yummy, yummy. Nick en Alice zijn alweer naar voetbal gegaan. En ik ben hier alleen met Memphis. Die zit daar op de bank. En een lekker theetje. Ik heb toch koud. Mijn tenen zijn bijvoorbeeld. Het is nog zo koud in het huis. Dat is niet normaal. Woensdag ga ik in ieder geval beginnen met echt klussen daar. Eindelijk. Finally. En de macaroni is klaar. Dus ik ga nu lekker met Memphis samen eten. Mega ingekakt. Helemaal moe geworden. Ik weet niet van wat ineens. Maar ja, het zal wel. Lekker macaroni. Daar had ik echt zin in. Welke kleur? Wit. Wit. Woezel en Pip. Kookboek. Woezel en Pip hebben kookvormpjes gekregen. Ze gaan meteen helemaal zelf koekjes bakken. Oh, yes. Slaap lekker. Hou van jou. Ja. Tjussie. Tjussie. Tot morgen. Zo, dit was alweer het einde van mijn vlogmas. Vond je het een leuke vlogmas? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren door hieronder te klikken. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Oh, mijn haar zit heel erg wild vandaag. Wauw. See you tomorrow and love you.